Goeiedag, ik ben Mark en welkom bij Learn with Olympus. In Learn with Olympus leggen we je in een paar eenvoudig te volgen stappen een unieke Olympus fietsje uit. HiResShot geeft je de mogelijkheid om met je camera met 16 of 20 megapixel een foto te maken tot wel 60 of 80 megapixel, zodat op de momenten dat jij het nodig hebt, je die foto krijgt met die hele hoge resolutie. Dit is bijvoorbeeld geschikt voor macrofotografie, productfotografie, ook architectuurfotografie, als je bijvoorbeeld later een uitsnede wil maken. HiResShot werd voor het eerst geïntroduceerd op de EM5 Mark II. Tegenwoordig vind je het ook op de EM5 Mark III, de EM1 Mark II, de EM1 Mark III en de EM1X. Omdat voor HiResShot de sensor heel snel verplaatst moet worden, gebruik je hiervoor een statief. Met de introductie van de EM1X en nu ook op de EM1 Mark III kun je dat ook vanuit de hand doen. De techniek is ietsjes anders, maar het resultaat is hetzelfde. Maar hoe werkt die techniek nou eigenlijk? Op het moment dat je fotografeert vanaf een statief, maakt de camera niet één, maar heel snel 8 foto's achter elkaar, waarbij die na elke foto de sensor een halve pixel verplaatst. Eerst 2 naar rechts, dan 2 naar beneden, 2 naar links en weer 2 omhoog. Die combineert hij samen tot 1 foto met die hele hoge resolutie. Het mooie daarvan is dat op ieder beeldpuntje we alle kleurinformatie 3 keer lezen. En dat betekent dat we een nog nauwkeurigere weergave hebben en je nog meer detail uit je foto kunt halen. Op het moment dat je werkt met de handheldfunctie maakt de camera niet 8, maar tot wel 16 foto's. Waarbij die gebruik maakt van de beweging die jij als fotograaf maakt. Die foto's combineert hij weer samen. En daarmee maakt hij die foto met die hoge resolutie. Maar hoe stel je dat nou in? Dat laat ik je vandaag zien aan de hand van de EM1 Mark III. We duiken eerst het menu in. De eerste keer dat je HiResShot gaat gebruiken, kun je een aantal dingen instellen in het menu. Door op de menuknop te drukken, duiken we het menu in. En met de pijltjes en de OK-toets kunnen we verder het menu in. Daar kiezen we voor opname hoge resolutie bij camera menu 2. We gaan naar rechts en hier heb ik een aantal instelmogelijkheden. Opname hoge resolutie staat nu uit. Door één keer naar rechts te gaan kan ik hem aanzetten. Dat doe ik door het pijltje naar beneden te drukken. Ik kan hier zelfs nog kiezen om het pijltje naar rechts te drukken of ik met een ontspanvertraging wil werken. Om ervoor te zorgen dat de beweging die ik maak op het moment dat ik de ontspanknop indruk niet wordt doorgegeven aan de foto. Ik kies hiervoor in dit geval even voor 0 seconden, druk op OK en nog een keer op OK en de functie staat aan. Ook kan ik hier de laadtijd van mijn flitser instellen. Het is namelijk mogelijk om bij HiResShot gebruik te maken van je flitser. Tussen iedere foto kun je dan een tijd instellen die je camera nodig heeft om de flitser weer op te laden. In dit geval werken we zonder flits, dus kiezen we voor 0 seconden. En ik kan kiezen voor de opnamemethode. Daarbij kan ik kiezen voor statief en bij een aantal camera's, zoals de EM1 Mark III en de EM1X, kan ik ook kiezen voor handheld. In dit geval kiezen we voor statief, druk op OK, nog een keer op OK en door de ontspanknop half in te drukken zijn we klaar om te gaan fotograferen. We kunnen dus nu naar buiten toe. HiResShot is ook heel goed geschikt voor het fotograferen van gebouwen. Zoals in dit geval de Watertoren van Deventer, als je daar bijvoorbeeld later details uit wil halen. Normaal gesproken krijgen we een foto met dit resultaat. Door nu op de OK-knop te drukken, kom ik in het Super Control Panel. Hier kan ik instellen hoe ik mijn sluiter wil bedienen. En in dit geval, door helemaal naar links te gaan, kiezen we voor opname hoge resolutie. Door te drukken op de Info-knop kan ik zelfs kiezen tussen vanaf een statief of handheld fotografie, maar dit zit niet op alle OMD-camera's. En we kiezen hiervoor de statieffunctie. Ik druk voor op OK en de camera is klaar. Door nu de ontspanknop in te drukken, maakt de camera in één beweging 8 foto's. In de camera voegt hij die samen tot 1 foto met die hoge resolutie. En dat resulteert uiteindelijk in deze foto. Maar dit is natuurlijk veel beter te zien
als we het zo meteen op de PC zetten. En zo eenvoudig is het dus om uit je camera, wanneer jij het nodig hebt, die foto te halen met die hele hoge resolutie. Vond je de video interessant? Druk op het duimpje. Heb je vragen of opmerkingen? Laat ze hieronder achter. Hou onze social media en onze nieuwsbrief in de gaten voor meer video's en webinars. Tot de volgende keer en denk eraan, blijf fotograferen.